Kan je wel een beetje rijden? Voor het eerst dat we in deze auto rijden, is het nog een beetje ontdekken waar de knoppen zitten. Welkom, leuk dat je kijkt naar een nieuwsgierige aflevering. In Amsterdam hoor ik alle Uber-chauffeurs altijd klagen over dat ze zo ontzettend weinig geld verdienen. Ja, dat hoor ik ook. En ik geloof ze ook wel, maar ik wil het ook wel even gaan testen. Maar ik ben gewoon oprecht heel erg nieuwsgierig hoeveel een Uber-chauffeur nou eigenlijk verdient. Nou, ik ben dus heel nieuwsgierig naar je nieuwe wagen. En daarom staan we hier ook. Ja, namelijk daar. Dat klopt, ja. Zullen we even kijken nemen? Zullen we onder het mom van dit item gewoon lekker de hele dag in mijn auto zitten? Ja, is goed. Je krijgt gewoon kortingen toch, want we nu filmen? Dat klopt. Dat is toch een beetje gierig als dit. Staat hier, jongen, je ordinair lekkere wacht. Martijn, welkom in het reisjes dus bij de firma Paul. Komt ie. In 3, in 2, in 3, 2, 1, oh! Bizar. En customized op verzoek en wens van Martijn. Dit is een auto, hè? Godverdomme. Bizar. Wat een mooie auto, zeg. Ja. De tering. Ik ben er echt heel erg blij mee. Nou, wij ook. Hartelijk dank. Mag ik jou dan bij deze alvast de sleutels overhandigen? Ja, heel graag. Kijk eens aan. Dankjewel, man. Gefeliciteerd. Super. Nou, jongens, dat was het weer voor deze week. Volgende week zijn we terug met een nieuwe video. Laten we terug naar Amsterdam. Ja, dit was het toch? Dat was ja, het. Je bent blij met je auto en joe. Oh nee, wacht, je ging Uber spelen. Oh, natuurlijk. Oh, ja. Dat was het hele idee van de aflevering. Nu begint het leuke gedeelte. Ja, dus wij gaan een beetje Amsterdam door. Maar je hebt de Uber-app. Nee, dat konden we niet regelen. Dus het wordt nu van, hey, wil jij toevallig ergens heen? Ik ben taxi. Oké, nou, dan gaan we dat lekker doen. Oké, Martijn, wat was nou eigenlijk het plan van vandaag? Wij gingen Uber-ritjes fixen. We hebben fixen. Al een aanvraag. Je hebt al een aanvraag. Ja, ik heb een postje van op Instagram wie er van ons een lift wil krijgen. Frederik Hendriksplein. Oh ja, oh, wat lief. Grondkopje op. Safety first. Kijk eens. Dank je. Oh, kijk voor je zender, Martijn. Nerd. Nou, hey, dit gaat soepel. Oké, lieve schat, waar moet je heen? Ik moet richting Laren. Ja. Richting Laren? Ja, richting Gooi. Dus dan moet hij ergens even afzetten waar je makkelijk een trein of zo. Wat is... Een bus. Een bus. Welke bus moet je hebben? Wij brengen in deze dikke vakje van naar de bus, hoor. Ja. Amsterdam Science Park? Ja, dat kan ook. Is dat een goeie? Ja, we gaan naar het Science Park. Helemaal goed. Ik weet niet of dat een goeie is, maar... Ja, jawel, ik weet dat toevallig. Daar vaak, de trein gaat direct dan naar Hilversum. Oh ja, dat is zo. Al 16 minuten, dat wordt wel een duur ritje zo te zien. Als je niet genoeg verdient, wat doe je dan? Wat doe jij als je niet genoeg verdient? Ja, dan verkoop ik mijn lichaam. Voor geld. Ja. Dat was je vraag, toch? Wat hij doet als hij niet genoeg verdient, als hij niet genoeg verdient. En wat doe jij dan in de avonturen als je... niet genoeg verdient? Nee, ik heb gewoon een webshop, dus... Wat voor website heb je dan? Met allemaal producten, dus gewoon general store. Ja. Dus dat houdt in dat ik gewoon allemaal verschillende producten aanbied. Maar wat voor producten? Is het dan beauty producten? Ja, bijvoorbeeld beauty, huishoudelijke producten, voor dieren, sieraden. Gewoon alles? Gewoon, jij bent gewoon bol.com? Ja. Ja, een soort van wel. Jij hebt bol.com? Nee, daar van. Maar is dit toevallig een verkapte reclame voor jouw website? Nee, maar het had wel gekund, want ik noem mijn webshop niet. Noem hem eens? Nee, dat ga ik ook niet doen. Oké. Nou, dan ga je ook nooit... Dit is wel een kans. Nee. Dit is gewoon gratis reclame pakken, meid. Nee. Dit is het. Bushaltestijdspark. Dit is het. Hey, was gezellig? Ja, moet ik nou nog betalen? Ja, wat heb je ervoor over? Je mag zelf gewoon kiezen wat je ervoor over hebt. Ja? Ik zelf vind dit... Zeker wel een ritje te waarde van zeker wel 20 euro. Ja, daar ben ik nou. Maar ja, ja. Doe maar 15. 15 euro. Martijn, laat je even netjes uit. Dat was een ware gentleman. Wil je dat aanpakken? Ja. Hey, het was leuk je te ontmoeten. Ja, veel plezier bij je vriendin. En veel succes met die neppe website van je. Nou, dat is ook niet waar. En jullie succes met je carrière. Komt goed. Ja. Ik heb er goede moed. Met een pantalon. Oké, nou fijne dag, hè? Het was onwijs gezellig. Nee, ja, jongen. Dit was een apart meisje.
Nou ja, het was gewoon vooral een heel apart ritje. Dat ook, ja. Holy shit. Ik wil nu wel heel graag weten wat die website was. Ja, dat heb ik dus nog even gevraagd. Dat wilden ze nog steeds niet geven. Echt maar niet. Maar wie wil er geld verdienen en wil dat niemand erachter komt waar je producten kan kopen op je website? Het is zo geheimzinnig voor een legale business. Dat klopt niet. Er klopt iets niet. Nee, en als je bekend bent en groot wordt, dan kennen mensen het. Als we het hebben over hashtag nieuwsgierig, dan ben ik me verdomd nieuwsgierig, Joost. Ja, ik wil ook weten wat de fucking website is. Trouwens, 15 ekkies opgehaald. Mocht wel een raar ritje zijn, wel lekker. Volgens mij is dit onze volgende rit. Kijk eens. Vrolijke dame. Goedemiddag. Ik ga eventjes de deur voor je open doen. Ja, cool. Hoe heet je? Ik ben Esra. Hoi Esra, ik ben Joost. Ga lekker zitten. Hoi. Hallo. Goedendag. Hallo. Oh, ik moet een mondkapje op. Ja, want... ja, dat is het enige. Ik had zo'n ding besteld, zo'n plastic ding besteld. Maar te laat geleverd. Maar waar moet je heen? Naar Centraal. Amsterdam Centraal. Even kijken. Dat is om de hoek. Zit iedereen klaar? Ja. Heeft iedereen zijn riem vast? Ja. Hebben we er allemaal een beetje zin in? Joehoe. Laat er het leukste van maken! Woehoe. Ja, voor het eerst dat we in deze auto rijden, is het nog een beetje ontdekken waar de knoppen zitten. Ja. wat ga je doen? Ja, waar ga je heen? Je hebt een date volgens mij. Ik voel het. Ik voel het aan jou. Ja? Ja. Klopt. Vertel. Ik heb een date. Ja? Ja, met een gast van Inner Circle. Oeh, hallo. Heb je foto's? Nice. Ja. Foto's, ja, 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 ja. Foto's, ja, ja. Foto's. Surf guy, houdt van muziek. Ja, dat is zo leuk. Hoe, ja, elke foto zo'n soort van waarde moet. En hij ziet er hartstikke vrolijk uit. Goed gedaan. Ja, toch? Ik zou hem ook daten. Ook. Ja, ja. En hoe oud ben jij en hoe oud is hij? Ik ben 20 en hij is 23. Nou, dat is toch helemaal goed. Dat is helemaal prima. Ja. Hebben jullie leuke berichtjes met elkaar gewisseld? Ja, nou, ik ben dus normaal echt totaal niet van die apps. Echt. Nee, dat zeggen ze wel allemaal. Ja, dat is zo typisch. Ja, in coronatijd ontmoet je niemand, dus je moet wel. Ja, ik dacht, ik vond mijn leven echt een beetje saai. Dus ik dacht, nou, even iets spannend weer. Ik ga even swipen. En toen hadden we echt een leuk gesprek. Maar ook wel gebeld, of dat nog niet? Nee, nog niet. Eigenlijk moet je wel eerst een stem horen. Hè? Zullen we dat nu anders even ja. doen? Zeg even dat je onderweg bent. Ja, dan kunnen we ook zijn stem even horen. En vraag even wat voor wijn hij lekker vindt. Hij is ook Joost trouwens. Heet hij Joost? Ah, ja. Goeie keuze. Ja, hoi. 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 Hoe is het? Goed. Waar spreken we eigenlijk af? Ja, dat is een hele goeie. Klinkt leuk. Ik weet niet wat makkelijk bereikt met de auto. Bij de pontjes? Oh, bij de pontjes? Ja, dan loop ik daarheen. Oké, okay, super. Wat heb je aan? Ik heb een spijkerjekje aan. Ja, spijkerjek met een kwastje. Oké, ik zie je zo. Joe. Ja, dat klinkt toch hartstikke goed? Hij klinkt leuk. Opa, spijkerjekje aan. Dit wordt een leuke date. Ik heb yes. ja. zin voor jou. Dit wordt een succes. Laat ons even weten, sowieso hierna. Ja. Hoe het ging, hoe het was. Geen een klein vlogje. Ja, zou ik leuk vinden. Op jullie date. Ja, als jullie de wijn open trekken. Zo van dankjewel Joost. Welke wijn Joost? Waar ga je nog wijn vandaan? Joost. Deze wijn Martijn, deze wijn. Hier, dit is toch... Kom op, de liefde hangt in de lucht. Ja, Joost. En dit helpt. Dit krijg ik. Mensen worden losser. Hier, verhard geweest hier met je Audi. Vandaag een sleutel ontvangen van een nieuwe Audi aankoop. Dan vind ik dat dit er ook in blijft. Ja. Dit is volgens mij echt een teringdure wijn. Dit is een hele goede wijn. Kunnen we hem ruilen met een iets goedkoper Joost? Nee, dat kan. Jij krijgt Jij deze. Jij bent mijn beloofd. Ik krijg deze. Dat is wel heel gul voor jou. Het is niet zeg maar dat het echt vanuit mij kwam, maar ja, dankjewel. Hoe zag bijvoorbeeld jou afgelopen week eruit? Dit is een standaard vraag dat ze ook een date krijgen, hè? Misschien... Ja, ik ben gewoon oprecht benieuwd. en dan kan ze oefenen hoe het is om met een Joost te daten. Ja, ja, dat is toch? Waar. Dat is ook handig. Ja, ja, inderdaad. Ja. Moet je niet even achterin gaan zitten? Moet ik jullie niet even rijden? Nou, ja, dat vind ik best wel een goed idee. Ik weet niet hoor, maar Miguel denkt dat een videoclip aan het opnemen zijn. Wat is deze guy aan het doen, gast? Oké, lieve schat. Nou, bedankt. Dit is hem. Waar is hij? Waar is Joost? Ik wil Joost ook wel zien. Joost! Kijk, daar is hij. Nou, ga er naartoe, geef een knuffel, je wijn mee. Zet hem op, meid. Beste beentje voor. Dit is €7,50. Nou, hartstikke bedankt. Je bent een schat. En we vonden het heel gezellig. Ja. Hallo. Kijk eens, Joost. Ja, van de ene Joost tot de andere Joost. Heel veel plezier. Dankjewel. Zet hem op, hè? Ja, fijn dat jullie hier zijn. Want je hebt geluk dat je met zo'n leuke meid mag daten. Zet hem op. Doei doei! Oké, we hebben de liefde een beetje geholpen, maar we hebben er ook geld aan verdiend. Lekker, €7,50.
Plus die 15 die onze vorige passagier gaf. Dus dat is 22,50 gehad. Nou, en dat dan weer een taxi. Een taxi chauffeur geven. Ik zie daar een taxi chauffeur. Ik zou zeggen, geef het hem. Van de eerste en beste? Ja. Bent u taxi chauffeur? Ja, ja. Oh, top. Nou, dan is dit van ons voor u. Alsjeblieft, wij hebben vandaag taxi gespeeld en wat wij verdiend hebben is voor u. Fijne dag, hè? Zo. Zo, voelt goed, hè? Zo, niet normaal. Even de samenleving weer helpt. Ja, je verdient nog best wel wat. 22,50 per uur. Vind je dat veel als Uber-chauffeur? Dat was je vraag natuurlijk. 22,50 vind ik het best wel. Oké, netto bedrag. Dus je nieuwsgierige vraag om die te beantwoorden is, een Uber-chauffeur verdient lekker? Het is niet weinig. Nee, het is geen vetpot, maar het is gewoon prima, toch? En de andere nieuwsgierige vraag, misschien wel de allerbelangrijkste, hoe rijdt je auto? Ja, heel lekker. Ja, wel, hè? Dat vond ik ook. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Later. Later.